Anand Jagisser is officieel de nieuwe directeur van Staatsolie. Rudolf Iljas, die is afgezwaaid, heeft gisteren het roer overgedragen aan Jagisser. Iljas zegt dat Suriname en Staatsolie nooit meer hetzelfde zullen zijn. De gewezen directeur is hiervan overtuigd, omdat het directieteam zeer capabel is en vanwege de olievondsten voor de kust. Vanaf ongeveer een uur geleden is hij de nieuwe directeur van Staatsolie en ik ben ervan overtuigd. Anand heeft al 12 jaar met me samengewerkt, ik wou zeggen 6 jaar, maar 12 jaar met me samengewerkt, waaronder 6 jaar in de board van Staatsolie heeft samengewerkt. En ik ben ervan overtuigd dat hij op een juiste manier en het nog beter gaat doen als dat wij het gedaan hebben. We hebben een hele jonge directie op dit moment, de gemiddelde leeftijd van 53 jaar. Die kunnen dus makkelijk 6 tot 7 jaren mee om ervoor te zorgen dat we de next step maken, niet alleen als Staatsolie, maar vooral als Suriname. We zullen ongetwijfeld in deze 6 jaar de eerste olie krijgen van onze offshore developments. En misschien wel niet van 1, maar van 2 of van 3 developments die in de komende jaren zullen komen. Suriname en Staatsolie zullen nooit meer hetzelfde zijn. Jagisser zegt dat hij de uitdaging van zijn nieuwe directeursfunctie als een missie beleeft. Hij geeft aan dat Iljas gezien mag worden als het brein achter een nieuw tijdperk voor Staatsolie. Wij moeten zorgen dat het zo snel mogelijk te gelden wordt gemaakt, zodat het land uit de malaise kan komen. En we eigenlijk voor altijd een ontwikkeld land kunnen zijn. Met goede inkomsten voor de burgers, waar iedereen minimaal een middenklasser kan zijn. Dat is veelbelovend uit de oliefondsen, zoals de heer Iljas zei. 1 fonds ontwikkelen is al een enorme inkomstenverhoging voor het land. Deze zware taak rust op ons. Total is samen met Apache heel hard wat men noemt appraisal, dat is een verkenningsprogramma om te komen tot de ontwikkeling van de offshore funds. Dat is onze belangrijkste missie. Wat ik u ook kan zeggen is dat de olieprijzen sterk gestegen zijn vanwege het feit dat toch in het buitenland er een outlook is dat COVID onder controle kan komen. En dat heeft natuurlijk geen windeieren opgeleverd voor Staatsolie, maar daarmee direct ook voor de staat. Dus ik denk dat ook de staat al nu al eigenlijk al wat verlichting kan verwachten in de vorm van hogere belastingen en hogere dividenden vanuit Staatsolie. Ik ga de uitdaging aan en Rudolf nogmaals bedankt. Jagisser zegt dat vele investeerders popelen om met Suriname in zee te gaan. Er is een traject ingezet om de uitgestrektheid van het oliereservoir te onderzoeken. Staatsolie laat via een persbericht weten dat het boekjaar 2020 is afgesloten met een geconsolideerde winst van 98 miljoen US dollar voor aftrek van belasting.